heel hartelijk welkom bij weer een nieuwe uitzending van Oude Westen TV, waarin je deze week weer een aantal nieuwe items kan gaan bewonderen. Ga er lekker voor zitten, pak een zak popcorn, iets te drinken, lekker bank hangen. Heel veel kijkplezier. Vandaag een serieus onderwerp in de uitzending. We waren vandaag getuigen bij de herdenking van de afschaffing van het slavernijverleden. Met dit jaar een klein bijzonder tintje dat het inmiddels alweer 150 jaar geleden is. Oh, Massa Gadu, Mitata Jehova, die meke kon tapu, ameke ribisama, ameke wata, ameke Allah soto sanyaini, Mitata Jehova, Massa Gadu atapu, Aguro mama. 1763 in Perdis. De grootste slavenopstand tot dan toe. Twee eeuwen lang werkten daar tienduizenden Afrikaanse slaafgemaakten op de suikerplantages. Dat zij zeer slecht af waren, net als in Suriname, was algemeen bekend. De opstand werd bloedig neergeslagen. Velen vonden een wrede dood. Aan mijn moeders kant zit ook een tot slaaf gemaakte vrouw. Eigenlijk, nou ja, ik ben eigenlijk wel 22% Afrikaans, maar dat zou je niet zeggen hoor. Maar in mijn geschiedenis zit natuurlijk ook, na de afschaffing van de slavernij, was er contractarbeid. En dus daar zit ook heel veel, in mijn familiegeschiedenis zitten er contractarbeiders die eigenlijk ter vervanging van de tot slaaf gemaakte op de plantages in Suriname gingen werken. Dus ik heb wel een hele brede, brede connectie, want ik ben zelf in Suriname geboren. Dus daar hebben we die verbinding wel, ja. Nou, ik denk, ga het gesprek aan. Bezoek evenementen. En als je daar zin in hebt, duik eens in je geschiedenis. En kijk daarnaar of praat met andere mensen over die geschiedenis. Want het is natuurlijk, eigenlijk is het niet alleen mijn geschiedenis, hè. Het is natuurlijk ook jouw geschiedenis die dan vrij onbekend is. Dus duik er samen in en heb een gesprek. De koning bekendgemaakt dat de eenwording in Nederland een feit wordt. Hij geeft daar zijn steun. Maar hij heeft mij dus gevraagd, is het te zien hier in het park? En ik heb gezegd nee. Wat ik wel aan u vraag, is nu een rij te vormen, zodat wij zien, want ik ga een foto maken en doorsturen naar Willem-Alexander. Kijk, Totaal Rotterdam is hier getuige van wat er gebeurt. Dus, de muziek, daar ligt het niet aan, het ligt aan u. Oké, zo dadelijk, de band weer. Yes. Sama 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 s
Welkom. We vieren vandaag de editie 25 van de ontmoeting Dichters Delfzaten. Op deze middag, ik ben erg vereerd dat jullie zijn gekomen. Het is voor ons als Stichting Palestijn in Nederland, eigenlijk Stichting Palestijnse Islamieten in Nederland. Dus in ieder geval, SPIN is een stichting die Delfzatenaarse stichting. Die is hier opgericht en die voert haar activiteiten hier in Delft samen met heel veel andere organisaties. Ik noem Afak, ik noem Abu Rakrak, ik noem andere organisaties. En met heel veel mensen die hebben ze ons push gegeven om die activiteiten te doen. Maar vanuit mijn hart wil ik bedanken Juan, hij is de motor achter deze activiteiten, vriend en collega, te uitnodigen voor de opening van deze bijeenkomst. Dankjewel Mohamed Aboulel. Ja, een hele eer. Zeker om dit te mogen doen. In de gemeenteraad van Rotterdam heb ik vroeger gezeten, 12 jaar tot 2010. Daar ben ik gewoon ook van, daar hang ik ook van. En toen ben ik er 12 jaar uit geweest en nu ben ik weer terug. Dus ik ben een comeback kid en tevens ben ik ook ineens nestor van de gemeenteraad van Rotterdam. Dat betekent degene die na de meeste dagen op de stoeltjes heeft gezeten. Dus ik ben nestor van de gemeente uit Rotterdam. En toen hebben ze bedacht, Matteo, als je nou toch terug bent, dan moet jij maar voorzitter worden van de commissie Zorg, Welzijn, Cultuur en Sport. Luisteren. Ik denk dat ik van die 25 edities een stuk of twee heb meegemaakt hier in Delfshaven, want Dichters voor Delfshaven. Dichters zijn ontzettend belangrijk. We hebben natuurlijk in Rotterdam heel lang Poetry International, maar Dichters in de Wijk is ook heel erg belangrijk. We hebben een burgemeester,
die ik voor het eerst leerde kennen. Toen was hij nog helemaal geen burgemeester. Hier in Delfshaven kwam hij spreken voor de vereniging Delmatuur, Delfshavense Marokkanen en Turken. Toen was hij nog journalist en nog zoiets. En na de hand is hij wethouder voor Amsterdam, staatssecretaris. En toen, sinds minstens 15 jaar, is hij burgemeester van Rotterdam. En de burgemeester heeft van de week ook opgetreden in het park voor 150 mensen. Want hij schrijft ook gedichten. Hij is groot liefhebber van de poëzie. En hij probeert zelf ook gedichten te schrijven. Dus voor mij is het een eer om als nestor en voorzitter van de Commissie Cultuur dit te mogen openen. Laten we gaan luisteren naar de collega's van Toran, Mohammed en de anderen hier in de zaal. Bedankt. Ik heb een gedicht geschreven, speciaal voor deze middag. En dat gaat over taal. Want wat ons allemaal bindt, is taal. Maar het maakt niet uit welke taal. Of het Arabisch is of het Nederlands, maakt niet uit. We zitten hier omdat we of dichten of van poëzie houden. Ode aan taal. Taal verbindt ons allemaal. Taal maakt soms veel kabaal. Taal vormt een verhaal. Taal raakt een snaar. Taal zorgt voor een mooi gebaar. Taal is soms heel naar. Taal geeft kleur aan het leven. Taal kan vreugde en troost geven. Taal doet ons veel fraais beleven. Taal is als muzieknoten voor een componist. Taal is soms als een valse slang die sist. Taal kan duidelijkheid scheppen in dichte mist. Maar hoe mooi woorden ook zijn, hoe diep ze je raken, het zijn de tonen waarop je het zegt die de echte muziek maken. Ons laatste huis moet aan zee staan, maar de zon schijnt en een milde bries waait. Dan noemen we het kapersnest of kakelbond. Jij in bloemetjesjurk, ik in mijn eeuwige Hawaii-shirt. Op de veranda twee loodtandschommelstoelen waar we ongestoord tokkelen op onze ukuleles. In de keuken een verweerde tafel van wrakhout, in de mandjes van onze rollators de flessen wijn. Op de scootmobiel een piratenvlag, op de sportbord sticker Born to Raise Hell. We nemen drie katten uit het asiel, Jack Sparrow, Han Solo en kapitein Haak die een boot mist. Onze kinderen blijven voor altijd met hun kinderen bij ons wonen. Maar nu nog even niet. Kom mee naar boven. Ons bed ligt al te lang voor anker. Tot zover alweer de uitzending voor deze week. Maar niet getreurd, je kunt ons natuurlijk terugvinden op YouTube en ook op de website www.oudewesten.tv. En vergeet niet onze socials goed in de gaten te houden. Facebook, YouTube, Twitter en natuurlijk Instagram. Heel graag tot de volgende keer.